Hey guys, super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. Ik heb vandaag een shoplog voor jullie. Ik ben bij de TK Maxx geweest en ik heb best wel wat geshopt. Ik geloof dat ik voor 75 euro heb uitgegeven. Vind ik persoonlijk best wel wat geld. Maar ik heb echt mega leuke dingen gekocht en die wilde ik heel graag met jullie delen. Als allereerst ga ik gelijk beginnen met iets wat ik nu aan heb. En dat is deze top. Deze mooie gele top van een heel elastisch stofje is het volgens mij. Die zag ik op de hanger en ik vond hem zo leuk dat ik dacht, die neem ik mee. Superleuk kanten printje hiervoor ook op. Achter loopt hij gewoon normaal zo. Oh, kaartje even naar binnen. En ik vond het in principe wat minder dat hij hier zo strak zit, zeg maar. Maar als je hem dan wat een beetje omhoog zo doet, dan valt hij wel wat mooier. En ik dacht ook, ja, weet je, momenteel ben ik nog wat opgeblazen in verband met my period. Sorry voor de TMI, maar dat is nou eenmaal zo. En daarna dacht ik, hij is ook superleuk wanneer ik een blazer of een colbertje eroverheen doe. Dus daarvoor had ik hem met name gekocht. En deze top is €12,99. Een ander kledingitem wat ik kocht zijn deze BH's. En in principe zijn het geen BH's of geen BH's. Het zijn bralettes, volgens mij. In ieder geval, volgens mij, het zijn gewoon BH's zonder beugel erin. En daarna zit er wel een vullingje in. Van die pads zitten erin, maar die kun je eruit halen als je dat prettig vindt. Ik weet niet, maar ik ben echt een beetje klaar met BH's met een beugel. Ik krijg daar heel vaak last van. Het zit gewoon niet fijn. Het snijdt heel erg. En daarnaast varieert het ook gewoon heel vaak. Bij mij nog wel eens in cupmaat in verband met of ik wel ongesteld moet worden of niet. Waar ik zit in mijn periode, zeg maar, scheelt dat gewoon heel erg. En ik vind het super fijn als ik menstrueer om gewoon, dan zijn mijn borsten wat opgezet en ook wat pijnlijker, om dan gewoon een BH te dragen zonder beugel erin. Dus gewoon een bralet of zo. En deze kwam ik tegen. Dit zijn 3 stuks van Skinny Girl heet het merk. En wat een raar merknaam. Wie noemt zichzelf nou weer Skinny Girl? Ik vind dat heel... Ja, als we het hebben over bodyomarming, zeg maar. Dan vind ik dit een beetje een aparte naam. Maar oké. Okay. 3 stuks in maat M voor €17. En die zitten echt zo enorm lekker. Ik had ook nog wel een S'je kunnen gepast, alleen die hadden ze helaas niet meer. Dus ben ik maar voor een emmetje gegaan. Zit ook prima. En ik vind het heel fijn dat je die pads dus kunt verwijderen. Ook heel fijn. Ze zijn gewoon echt van een super fijn stofje, van een ribbeltje stof. En daardoor zitten ze gewoon mega lekker. Het volgende wat ik kocht zijn sprays. Ik heb 1 room spray gekocht. Want ik dacht, ik vind het altijd wel fijn om op het toilet zo'n spray te hebben. Beneden hebben we er al eentje. Alleen boven heb ik er zelf gemaakt. En die vind ik er gewoon net niet zo leuk uitzien. En vaak bij de TK Maxx hebben ze gewoon spulletjes die er super leuk uitzien qua uiterlijk. Dus vandaar dat ik deze heb meegenomen. Deze €6. Anders was ik gegaan voor eentje van Rituals. Alleen ik kon geen lekkere vinden laatst bij Rituals. Dus goed, die zijn nog prijziger. En ik vond deze eigenlijk ook wel prima. Deze ruikt heel erg lekker. Daarom heb ik hem gekozen. Hij is van het merk She, geloof ik. Of Om She. Aromatherapie. En hij ruikt naar Sweet Orange en Sandalwood. Dus ook wel... en mandarijn. Dus ook wel zoete sinaasappel en sandelhout en mandarijn. En die geur is gewoon echt mega lekker. Ja, lekker citrusachtig, zoet citrusachtig. En daar hou ik echt van. Dus deze staat ook gewoon leuk in de badkamer of in het toilet. En daarom heb ik hem meegenomen. En daarnaast kom ik ook deze tegen. Dit is geen roomspray. Dit is een pillow mist van het merk Nature Love.
En dit is Serenity Aromatherapie. Ik moet even goed kijken wat het labeltje of de sticker waar de prijs bestaat er half overheen. Aromatherapie Pillow Mist met lavendel en violet. En die ruikt ook echt super lekker. Ja, echt zo'n heerlijke lavendelgeur voor het slapen gaan. Ik vind het ook gewoon leuk om zoiets neer te zetten op een nachtkastje of zo. Want het ziet er gewoon super leuk en chic uit. En deze kost 4 euro. Dan kom ik ook deze geweldige Himalaya vaccinelichthouder, zo heet die, tegen. En ja, ik ben gewoon, als je mij kent, ik ben gek op spulletjes, van die natuurspulletjes, edelstenen, Himalaya zout, stenen, noem het maar op. Ik vind het echt geweldig. En deze kost 6 euro en die weegt ook best wel wat. Ik heb er al één. Even kijken, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik denk net wel daar zo. Kunnen jullie iets zien, geloof ik? En dat is de lamp die nu aanstaat. Of is dat niet de lamp die aanstaat? In ieder geval, ik heb er een zoutlamp staan. Die staat aan. En daarachter staat... Nee, die kunnen jullie niet zien. Daarachter staat ook zo'n vaccinelichthouder. Alleen die is kleiner. En nou kwam ik deze tegen. En die vond ik zo gaaf, zo mooi. Ik denk dat ik die misschien daar ga neerzetten. Want die staat daar denk ik net wat mooier. Dus die nam ik mee. En er zat ook al een vaccinelichtje in. Dus dat is ook fijn. Oh, zout! Er sprong van allerlei zout af en ik kreeg het in mijn mond. Lekker! Een item wat ik ook meenam en wat ik best wel grappig vind... is... een vergrootglas. En ja, hier moet ik even een verhaaltje bij vertellen waarom ik dit nou zo grappig vind. Ik ben sowieso hooked aan van die items, van die oude items. Van die, ja, hoe moet ik dat noemen? Van die detective items of ja, van die mooie vitrine items. Dus die, van die spulletjes die mooi in je vitrinekast staan. En ik vind zo'n vergrootglas daar heel erg mooi in staan. Maar daarom kocht ik het niet. Want ik ga hem denk ik in mijn praktijkkamer neerleggen. En waarom ik zo'n fan ben van een vergrootglas... is omdat dat heel veel dingen vaak duidelijk maakt. Als jij met een vergrootglas naar jouw problemen kijkt... of naar jouw emoties kijkt, dan vergroot je ze uit. En daardoor heb je vaak ook dat je dus last hebt van bepaalde emoties. Omdat je heel vaak je focus, dus je oog, je vergrootglas erop legt. En als ik nou, ja... bijvoorbeeld mijn oog laat zien door het vergrootglas of mijn mond of iets anders, zie je, dan wordt mijn mond echt gigantisch. En jouw focus gaat nou waarschijnlijk naar mijn mond, omdat je denkt, girl, what the hell. Dus daardoor valt mijn mond heel erg op en de rest niet meer zo. En ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi symbool staan voor hoe wij als mens vaak werken. Dus vandaar dat ik deze kocht. Deze is 7 euro. En ik vond hem tussen de spulletjes die in India gemaakt zijn. Die spulletjes zijn altijd sowieso super mooi en super leuk. Daar ben ik ook echt, echt fan van die Indische items. Zeg ik dat goed, Indisch? Als het uit India komt? Ik denk het wel. En als laatst kocht ik nog 3 kaarsen. En dat was eigenlijk de voornamelijkste reden waarom ik naar de TK Maxx ging. Want ik ben echt verslaafd aan de kaarsen van TK Maxx. Ik vind ze super lekker ruiken. Ik heb geprobeerd zelf ook kaarsen te maken met sojawax en etherische olie. Maar het lukt me gewoon niet. In die zin dat de geur gewoon lang niet zo sterk wordt als de kaarsen die ik bij TK Maxx koop. Dus dat laat ik lekker aan iemand anders over of aan een bedrijf over. De eerste kaars die ik kocht is deze. We hebben nou boven op onze slaapkamer 2 kaarsen staan. En die zijn al een heel eind er doorheen. Maar die ruiken zo enorm lekker. Als ik die aanzet, dan ja, ruikt de kamer er helemaal naar. En dan slapen we allebei super lekker. En het geeft gewoon een ontspannen ja, sfeer en ontspannen geur. Dus dat is echt super fijn en super lekker. Deze kaars ruikt vrijwel bijna hetzelfde als de kaars die we nu hebben. Het is een andere, zag ik. Maar deze is met sweet orange, dus zoete sinaasappel ook weer. En die geur ruikt gewoon zo enorm lekker. Zorgt echt voor een opwekkend, verfrissend effect. En ja, oh, ik vind hem super verslavend qua geur. Hij kost 9 euro. Best wel prijzig. Maar ik heb het er echt voor over. Want echt die hele kamer, het hele huis ruikt er gewoon naar. En dat is gewoon echt
ontzettend lekker. Dat is voor mij al de prijs waard. Dan kocht ik er nog één. En dit is eentje van Pure Tea Lab. En dit is de Soothing Calming. Oeh, lavendel. Ik ging met mijn nagel over het glas heen. Oeh, daar kan ik echt niet tegen, jongens. Calming lavendel. Oh, ik ben weer kalm. Ja, dat heeft geholpen. Maar deze ruikt dus super lekker naar lavendel. En ja, volgens mij heeft hij alleen maar de geur van lavendel. Maar heel zachtjes, heel subtiel. En dat is wel heel erg fijn en lekker. Kost ook 9 euro. En ja, ik vind hem gewoon heerlijk. En daarnaast ziet hij er gewoon hartstikke mooi uit. Witte verpakking, hou ik van. Ah, wat doe jij? Je kan niet zomaar door onze tuin baggeren. Kids. Oké, de krantenjongen denkt gewoon dat hij lekker door onze tuin kan baggeren om de krant in de brievenbus te doen. Oké. En Finn. Hij ziet er gewoon super mooi uit. Super mooie verpakking. En staat eigenlijk overal wel mooi in ons witte interieur. En daarnaast kocht ik er nog één. En deze is wat kleiner. Deze is van het merk Scent & Folk. Even kijken in de geur Eucalyptus Spearmint. En het is een relax geurtje, want althans dat als ik de dop moet geloven. Ja, en die is gewoon heel erg lekker inderdaad. Beetje zo'n spa geur. Gewoon lekker met eucalyptus en pepermunt inderdaad. Scherp, maar toch wel lekker. En ja, ik hou daar altijd wel van en mijn vriend ook. En deze is iets goedkoper, deze is dus 4 euro. Nou, dat is alles wat ik geshopt heb. Ik hoop dat jullie de shoplog leuk vonden. Ik ben benieuwd, ga jij wel eens naar de TK Maxx toe en koop je daar wel eens iets? Of ben je helemaal niet zo fan van de TK Maxx? Laat me weten in de comments. En dan zie ik je heel graag weer volgende week natuurlijk terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Bedankt weer voor het kijken en ik zie je volgende week. Bye bye!